Out of Africa. Eventjes weg en het hangt alweer. Ja. Je had veel meer bij je dan ik. Laat maar hangen. Sjoe, hangt goed zo? Ja, dat weet je nooit. Het hangt, ja, het, is het goed? Ja, wat is goed? Ik weet het. Nee, maar ben je tevreden? Of moet je er nog meer aan doen? Nou, tevreden ben ik ook wel. Ja, het is gewoon een periode in je leven en dit is de neerslag daarvan. Ja, en of het goed is of niet. Ja, ik heb er geen. Ik zou het niet weten. Misschien is het wel echt totaal kloten, maar. Ik zou het niet durven vragen of je de schilderij zelf goed vindt. Dat, nee, maar ja, of anderen het goed vinden, weet ik ook niet. Nee, maar of moet dat, weet je wel? Het gaat om de ervaring, denk ik. Maar de kunst en wat ik wil vertellen. En ja, ik kan het ook gewoon zo zeggen. Dan hoef ik niet te schilderen. Maar. Het zijn natuurlijk kleine verhaaltjes van die mensen die ik daar geschilderd heb. Het zijn voornamelijk vrouwen, maar je hangt hier ook een man om de hoek. Maar, oh, is een man. Ja. Nou, hier om het hoek bij de toilet. Staat die man. Dominique. Dat is allemaal verhaal. Ja, maar het zijn allemaal kleine verhaaltjes van vrouwen die ik daar ontmoet heb. En, ja, die hun. Ja, ik probeer eigenlijk ook een beetje. Ja, dat verhaal te schilderen. Die binnenkant eigenlijk van hun hoofd in plaats van de buitenkant. Ja. Dus wat je niet ziet, probeer ik te schilderen. En ik hoop dat. Wat ik niet zie en andere mensen niet zien, dat je dat via die schilderijen dan toch op de een of andere manier wel ziet. En. Ja, dat is een beetje het idee achter. Want ja, waarom zou je überhaupt eigenlijk schilderen als er niets te vertellen valt? Ja. Dan wordt het decoratie. Ik kan het ook fotograferen, maar. Ja, je kan ook zeggen, nou, we gaan bloemetjes op de muur schilderen of in abstracte dingetjes of weet ik wat. Maar dit is natuurlijk een. Als decoratief ding misschien niet eens goed. Ik weet. Het moet ook niet echt een soort wegvallen in het niks van een café. Dus ik hoop dat het een beetje overeind blijft als die mensen als mensen. En niet als decoratief element in dit commerciële bolwerk van alcohol en drugs. Nou, dat geloof ik niet. Maar. Volgens mij steken ze met kop en schouders bovenuit. Wat een knallers. Maar in ieder geval, ja. Echt geweldig. Maar is jouw stijl ook. Dat je gewoon huidskleuren, ook al alle kleuren in voorkomen die je maar kan bedenken. Echt niet te geloven. Smakelijk. Oh, yeah.